Goedemorgen, het is vandaag maandag 26 oktober. Ik ben alweer even wakker. Rick is net naar huis gegaan en ik heb net gedoucht. Dus vandaar dat mijn haar nog zo lekker zit. Ik ga nu even eten maken. Ik ga vanaf deze week ga ik weer echt goed beginnen met afvallen. Dus ik ga nu even iets maken. Ik zat te denken aan of een eitje of een koolhydraatarm broodje. Maar ik denk dat ik voor 2 eitjes ga. Of gekookt of gebakken. Ga even kijken. En dan haal ik even uit de vriezer 2 koolhydraatarm broodjes. En die neem ik mee naar stage. Zodat ik dan daar ook wat kan eten. En qua fruit eet ik gewoon op stage mee. We hebben ook gewoon fruit. Dat zijn de laatste weken. Ik heb geen zin meer, maar ik moet nog even. Echt eventjes en dan ben ik klaar. Gewoon nog heel even doorknallen. Dus zoals ook even mijn laptop pakken, mijn examens. Moet ik echt even meenemen. En dan vandaag even een groep kinderen gaan begeleiden. Even kijken wat er in de criteria staat, dus waar ik me echt aan moet houden. Maar goed, het is niet zo boeiend, dat heb ik wel vaker gedaan. Dus dat ga ik doen. Ik ben dus nu wel begonnen met een nieuwe weekvlog, maar ik weet niet wanneer deze dan online zou komen. Omdat ik nu even alles op alles zet voor mijn examens. Dus ja, weet je, Insta en YouTube staan nu even op een laag pitje voor mij. Omdat ik dit gewoon heel graag wil afronden. Dan ben ik er klaar mee en klaar van. En dan hoef ik dat gewoon niet meer te doen. Dus dat. En mijn weekvlog van afgelopen week, die zou ik nog even in de kor flansen en dan zet ik die wel online, maar ik durf nog niet zeggen wanneer. Het is nu 5 uur. Het was echt een super hectische dag. Het was echt heel druk. Alle kinderen waren super druk. Dus ik heb het ook echt bloedje heet. We gaan ook gewoon open. En de ramen waren... Oh, toch kwamen de ouders voorbij. De ramen waren ook open. Heb ik ook open. Dus echt, ik heb het echt lang heet. Ik ga nu vet snel even geld binnen. Want ik ga mijn wimpers laten bijvullen. Dus ik moet even zo snel geld gaan pinnen bij de Jumbo. En dan ben ik daar ook al, als dat scheelt. Dus druk. En dan ga ik straks even bij oma eten. Dat scheelt weer met mijn ouders. Dus dat scheelt mij zelf weer koken. Dus dat is wel heel chill. En wat moet ik nog meer doen? Heb ik vannacht nog wat te doen? Ik moet... straks nog even kijken naar mijn examens en daar even mee bezig. En ik ga mijn vlog editen. En hopelijk wil die nu een beetje oké renderen. En dat het niet zo heel lang gaat duren. Ik ben er echt bang voor. Ik hoop het niet. Ik heb daar geen zin in. Maar ik ben er bijna. Ik ga nu mijn wimpen extensie laten bijvullen. Zie ik jullie zo meteen weer. Sinds dat ik vrij was, ben ik vet snel wimpers gaan zetten. En toen ben ik naar mijn oma gegaan en heb ik daar lekker gegeten. Ik zal zo van dichtbij, als ik thuis ben, even laten zien mijn wimpers. Want ze heeft nu, want ik heb normaal gesproken volume. En nu heeft ze er wat 3D bij gedaan. Om wat meer volume te krijgen. Echt super nice. Dus dat laat ik even zien. Straks. En toen was ik naar mijn oma gegaan. Daar heb ik even lekker gegeten. En toen ben ik naar Anna gegaan. En toen
zijn Anna en ik even naar de Action geweest. We hebben wat spulletjes gehad. Ik heb wc-papier opgehaald, nou, en andere dingen, wat gewoon echt nodig was. En Stephanie had nog een stekje voor mijn moeder van een plant, die ik thuis ook zelf heb nu. En dus die heb ik ook even opgehaald voor haar. En ik rijd dus nu onderweg naar huis toe. Dus ik moet nog even ongeveer 10 minuutjes erbij als ik mee zit rijden. Maar mijn koplamp is dus stuk. Dus ik rijd nu met een kapotte koplamp. En dat is eigenlijk niet zo goed. Dus ik moet even voorzichtig aandoen en kijken dat ik geen politie tegenkom. Nou ja, en zowel, ja, ik kan er niks aan doen. Het is net gebeurd. Dus ja, daar doe je verder niks aan. Maar goed, dus dat. Ja, de vlog van vorige week, die ga ik even straks bewerken en dan renderen op YouTube, zodat die morgen online komt. En voor de rest ga ik dan lekker Netflix kijken. En aangezien ik dus niet op mijn mobiel kan straks, omdat die vlog dus bezig gaat. Dus ga ik straks lekker Netflixen. Maar dan zet ik dus mijn WhatsApp wel even open op mijn laptop, zodat ik er dus wel bij kan. Nou, ik zie jullie zo meteen thuis weer. Ik ben weer thuis. Ik besef me dat ik volgens mij vandaag nog niet eens heb gevlogd. Het is vandaag dinsdag. Dinsdag 27 oktober. Vanochtend kwam er even een maker bij mij. Want ik had nog het een en ander wat vervangen moest worden of gemaakt moest worden. En daarna ging ik naar stage toe. Toen ben ik bij mijn oma wezen eten met mijn ouders. En ik ben dus nu weer thuis. Ik heb net even Stampertje uit zijn hok gehaald. En die kruipt hier nu bij mij. Maar Stampertje bijt een beetje. En ik moet even gaan kijken wat ik daartegen kan gaan doen. En ik had vanochtend al heen gebeld. En dat heeft ook met dominant te maken. Met zijn eigen plekje. Dus even kijken. Dit zijn mijn wimpers. Hij heeft volume en een beetje 3D er doorheen gedaan. En ik vind het wel echt mooi. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 29 oktober. Ik ben al gedoucht. Ik heb me aangekleed. Ik heb gewoon een chill outfitje aan. En de woningbouw komt zo, omdat er nog wat dingen gemaakt moeten worden. En die was afgelopen dinsdag ook geweest, dinsdagochtend. Maar hij moest gewoon even het een en ander doen, dus dan zou hij donderdagochtend weer komen. Dus dat is vandaag. En ik ga daarna even naar Gieten, naar de Scapino, want ik had superleuke bootslaarzen gezien. En ja... Ik wou gewoon niet die dure Dr. Martens kopen. Die zijn gewoon €180. Dat vind ik gewoon zonde. Dus ik had gewoon hele leuke gezien. Dus daar ga ik even voor kijken. Ze heeft hem achtergehouden. Even kijken of die past natuurlijk. Want dat weet ik niet. Dus dat. Ik heb iets super tofs gisteravond besteld. Ik heb een bestelling geplaatst bij Shein. Daar komt binnenkort een shoplog van. Gisteren was ik in Groningen, want ik moest naar school. Maar toen daarna ben ik nog even naar de Pri geweest en heb ik nog wat superleuks gekocht. Dus dat zal ik straks even laten zien in de vlog. En gisteravond heb ik nog even een kerstboom gekocht, dus die zal ik ook even laten zien. Je moet alleen nog versiering in. Maar dat ga ik binnenkort even kopen, want gisteren vond ik het niet zo leuk. Want ik ben bij de Action weg. En gisteren vond ik het aanbod gewoon niet zo leuk. Dus heb ik dat niet opgehaald. Als die man is geweest zometeen, dan ga ik eerst even snel naar Gieten toe, naar Scapino. Daarna ga ik mijn huis opruimen. Ik moet konijnenkooi schoonmaken, dus dat ga ik zo ook gelijk doen. En dan stofzuigen, dweilen, poetsen, schoonmaken, alles netjes opruimen, was opruimen, dat soort dingen. Dus daar maak ik even een dagje schoonmaakdagje van. Misschien dat Natasja of Anna of iemand nog even komt tussendoor. Dat weet ik nog niet. Dus ja, een drukke dag. En ik moet eigenlijk ook nog even bezig met mijn examens. Dus misschien dat ik dat ook even doe.
Het hoeft niet heel lang. Het zijn gewoon eventjes even iets doen. En dan ga ik gewoon zaterdag en zondag ga ik gewoon goed met mijn examens bezig. En zorg ik dat ik alles af heb. Want woensdag moet ik het inleveren. Maar mijn verslagen mag ik uiterlijk vrijdag om 10 uur inleveren. Dus als ik gewoon al mijn stageopdrachten af heb, maar nog wat moet veranderen of aanpassen of doen voor mijn verslagen, dan heb ik daar dus nog tot vrijdagochtend de tijd voor. En ik wil er eigenlijk geen gebruik van gaan maken, want dan stel je het uit. Maar mocht het zo zijn, dan doe ik dat. Dus ja, het is even spannend. En dan na volgende week vrijdag heb ik al mijn examens ingeleverd. En dan wordt het spannend. Dan heb ik nog een weekje stage zonder examens. Mocht er dan nog wat op stage aangepast moeten worden, zeg maar. Qua opdrachten opnieuw of wat dan ook. Dan heb ik daar de tijd voor. Dus we zullen zien. Oké, ik heb mij even omgekleed. Ik heb aan een shirtje van de Vera Moda. Een blazer volgens mij is die van de Lidl van een paar jaar geleden. Tasje van de Pri, deze heb ik nieuw. Zal ik straks ook nog even laten zien in wat ik allemaal heb gekocht. Riem Valentino, broek. Only. En Jules Nike Air Force One. Het is hier een bende. Ik moet straks even opruimen. Ik ga nu even naar Scopina toe voor de laarsjes kijken. En dan zie ik jullie straks weer. Oké, ik heb dus die schoenen en die laarzen aan nu. Maar ik vind ze echt best wel leuk. En ze zitten ook best lekker. Ja, nice. En de steunzolen kunnen er gewoon in. Dus, dit wordt hem wel. This girl heeft haar schoenen. Nou ja, eigenlijk laarzen. Ik zal zo even dat mondkapje van mijn bakken halen. En ik heb geen idee of jullie mij verstaan, want ze zijn niet bezig. Maar ik loop nu weer naar de auto. En dan ga ik weer terug naar huis toe. Maar ik had nog even wat kleding daar gepast. Want dat was 50% korting op het tweede artikel of zo. En ze hadden wel een leuk shirtje. Maar ik heb dus gisteren een bestelling geplaatst bij Shein. Dus ik vond het zonde om dan nu weer nogmaals kleding te gaan halen. Maar ik ben nu bij de auto en dan ga ik onderweg naar of Omay Home. En dan zal ik jullie dan wel weer even metnemen. Oké, ik zei dus net tegen mezelf van ja, ik heb eigenlijk best wel zin in een chocoladebroodje. Maar ik ben weer bezig aan het oppakken met afvallen. Dus dan vind ik het zonde als ik weer een chocoladebroodje ga lopen kaan. Ik bedoel, dan heeft het gewoon het hele afvallen geen nut. Dus toen dacht ik bij mezelf, ik heb nog een koolhydraatarme broodjes van de warme bakker. Dus super lekker. Alleen ik heb geen knakworstjes meer. Dus hier zit een Jumbo. Ik ga even snel om bij de Jumbo. Daar haal ik even knakworstjes op. En dan kan ik thuis gewoon lekker gaan eten. Dus dat ga ik even doen nu. Dus even kijken of ik knakworstjes kan vinden. Soep. Nou. I don't know. Waar deze liggen hier. Of waar ze liggen hier. Ik ga eens op zoek. Oh mijn god, ik ben zo dom hè. Ik kon dus knakworstjes niet vinden. Maar ik had dus één gangpad had ik niet afgezocht. Omdat ik dacht van nou, dat zal daar wat niet liggen. Zal het daar en daar bij liggen. Nou, niet dus. Dus ik zo aan zo'n jongen vraag. Ja, waar liggen de knakworstjes? Hij zo, ik loop even met je mee. Liggen ze gewoon fucking groot in een grootschap. Ik voelde me echt gewoon dom. Gewoon dom. Maar goed, ik heb knakworstjes op gehad. Ik ga nu dan naar huis en dan lekker eten. Oké, sorry buren voor de overlast. Gelukkig is er niet. Gelukkig zijn er niet zo heel veel mensen thuis. Ik ben weer thuis. Ik ga even mijn spullen uitladen en even naar het schuur lopen om brood op te halen. Waarom hoor ik wat en zie ik niet? Oké, ik bleef dus weer hangen in de auto. Maar
ben een beetje moe. Nee, ik ga nu even uit de auto. Ik ga even naar binnen brengen en dan broodjes halen uit de schuur. Het is eigenlijk best wel heel koud. Ik ben even eten aan het maken. Ik heb even knakworstjes in een pannetje gedaan. Ik zal even mijn knakjes nog even goed in het water doen. Ik ga knakworstjes eten met 2 koolhydraatarme broodjes. En dit is ook wat ik mag hebben. Het enige wat nu slecht is dat je er wat saus bij gebruikt. In zich de mayonaise mag ik hebben. Ik gebruik Zaanse mayonaise. Dat zal ik zo even laten zien. Maar ik doe dan ook curry op. En curry mag je gewoon echt niet hebben. Dat is gewoon heel slecht. Maar goed. Dit is alles beter dan een frikandellenbroodje. Of een chocoladebroodje. Of een Italiaanse bol. Dus ik heb zoiets van, dan mag het wel. Een beetje curry. Ik heb vandaag echt genoeg te doen. Ik heb even een lijstje van mezelf gemaakt. Dit moet ik vandaag doen. Ik moet konijnenhok schoonmaken. Konijnen buiten. Het hele huis stofzuigen. Het hele huis dweilen. Badkamer schoonmaken. Keuken schoonmaken. Afwas en spullen opruimen door het hele huis. Even zoals dit soort dingen even weghalen. Even opruimen. Nou, dit is mijn kobertje. Die moet even opgehangen worden. Dit. Weet je, allemaal weg. Hier staan nog dozen met potten. En er zit nog een pan in. Die moet ik even opruimen. Die grillapparaat moet ik even gaan opruimen. Nou ja, zo zijn er gewoon nog wat dingetjes. Hier ligt een vast rek. Die moet ik opruimen. Nog gordijnen liggen daar. Omdat ik bank wat verder naar achter heb geschoven. Omdat er schoongemaakt moet worden. Nou, het konijnen moet schoon. Hier op de bank liggen allemaal shitjes. Nou, het moet gewoon even weer allemaal ready. En eigenlijk zou ik ook nog doosjes en zo moeten uitpakken en dat soort dingen, maar dat kan nog niet. Dus als papa en mama klaar zijn, dan kan dat. Want het zijn allemaal jassen. Ik heb hier heel veel jassen liggen. Het zijn namelijk bijna al mijn jassen. Ja, hierboven zit nog wat ander spul. Wat ik eigenlijk wel even een plekje moet gaan geven. Nou ja, hier ligt nog Rijn. Ik moet even naar buiten. Even prullenbak leeg halen. Even nou, weet je, hier schoonmaken. Nou, mijn keuken ziet er momenteel zo uit, maar ik ben eten aan het maken. Afwassen, schoonmaken. Gewoon dat alles weer lekker fresh is. Dus ik ga maar zo even omkleden. Want ik heb nou op zich wel oké, goede kleren aan. Ik heb gewoon normaal een t-shirtje aan en een leren broek. Maar ik doe natuurlijk gewoon een oude shirt aan en een joggingsbroek. Want ik moet mijn kleinhoop ook schoonmaken. En dat is niet echt een super lekker klusje. Dus daar ga ik natuurlijk niet mijn gewoon normale kleding aan doen. Dan ben ik gek als ik dat ga doen. Maar eerst ga ik even eten. Oké, best dom. Ik wou mij dus vanochtend wegen. Maar door alle haast en hectiek ben ik dus vergeten om mezelf te gaan wegen. Dus misschien dat ik me nu even uitkleed. Dan ga ik even wegen. Sorry. En dan kleed ik me even om in mijn joggingbroek en zo. Maar dan, ik hou gewoon zeg maar bij in mijn notities hoeveel ik weeg en welke data het is. En ik moet eerlijk zijn hoor, dat ik eigenlijk er momenteel niet heel erg mee bezig ben geweest. Maar dat ik het sinds 3 dagen geleden weer heb opgepakt. Dus zeg maar vanaf maandag heb ik het weer opgepakt. En dat moet wel, want nou ja, niks moet, maar ik wil het wel gewoon. Want ik voelde me echt super lekker en minder last van onzuiverheden. Maar dit komt niet door het eten. Sorry voor het geluid. Stampetje doet dat. Dit komt niet door het eten. Maar dit komt echt door puur het mondkapje gebruiken. Maar dat moet ik maar even voor lief nemen. Maar ik voelde me gewoon vet lekker in mijn vel. En nou, alles was gewoon minder kilo's. Minder zwaar. Minder vet op mijn lichaam. En op zich, wat ik nu doe is ook wel oké, maar ik eet natuurlijk wel koolhydraten nu. En op zich mag je af en toe een keer koolhydraten. Oeh, mijn knokkelsjes koken, kut. Nee, op zich mag je wel eens koolhydraten hebben. Maar gewoon niet heel veel en niet te vaak. Dus niet als je een pizza, bijvoorbeeld je eet nadag pizza. Dinsdag eet je groente, aardappel en vlees. Nou, dan heb je aardappels, dat zijn ook koolhydraten, dus dat moet je gewoon niet nemen. En bijvoorbeeld woensdag eet je patat. Dan krijg je dus 3 dagen krijg je best wel veel koolhydraten. En je kan wel een keer
wat koolhydraten eten. Of een gewoon broodje. Of waar wel wat koolhydraten zitten. Dat is niet zo erg. Maar neem het gewoon niet te veel. Want anders kom je gewoon heel snel weer aan. En ja, ik ben ongeveer 1,5 tot 2 kilo ongeveer aangekomen. Maar dit komt ook omdat ik afgelopen weekend drankjes heb gedaan met Rick en Natasja. Dus heb ik heel veel wijn gehad, heb ik stokbrood gehad, heb ik doosjes gehad. Weet je wel, dat soort dingen. Nou ja, dat tikt gewoon natuurlijk super hard aan. Dus je mag af en toe wel een keer een wijntje of zo, maar gewoon niet te vaak. En ik heb vodka energy gehad of vodka Fanta. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk super slecht. Dus ja, daar kom je gewoon heel erg van aan. Oh, dat beest heeft zijn hok gesloopt. Stamp, wat ben jij aan het doen? Ben je je hok aan het slopen? Ja, want die hoort in de hoek, hè? Ja, dat mag toch niet? Dat kan toch niet? Hé, hey, draakje. Dat kan toch niet? Nou sta je in je voerbak met je eigen poot. Nou ja, het beest is dus zijn hok aan het slopen. Want zoals je ziet, daar waar het schoon is in het hoekje, hoort helemaal zijn bak te staan. En zoals jullie zien, poept hij natuurlijk overal het hok, behalve daar. Maar ik laat hem lekker, want ik ga het... ik ga het straks verschonen. Nou hoop ik dus niet dat hij gaat graven en dat hij alles naar buiten graaft, zoals wat daar gebeurd is. Soms huisdieren. Nee hoor, het is een schatje. Ik ga nu echt even eten en dan ga ik bezig. Oh nee, shit. Ik ga me eerst even wegen, eten en dan ga ik bezig. Ik zie jullie straks weer. Oké, deze mayonaise gebruik ik. Zaanse mayonaise. En dan kan je hier zien. Koolhydraten per 100 gram is 1,3. En per 100 gram... je 5 koolhydraten hebben, niet meer. Dus dat probeer ik ook echt mee vol te houden. En ik heb net op de weegschaal gestaan, jongens. Ik ben weer gewoon op het gewicht dat ik was. Voordat ik, zeg maar, weer kut ging eten. En niet goed ging eten. En niet op mijn gewicht letten, zeg maar. Dus ik ben iets van 12 kilo of zo afgevallen. Echt super nice nu. Ik ga weer goed door. Dan gaan we nog meer afvallen. Ik moet ongeveer nog 10 kilo kwijt. Plus minus. Tussen de 6 en 10 kilo moet ik nog kwijt. En dan zit ik zeg maar op een goed BMI gewicht. Oké, ik ben nu buiten. Ik heb alle spullen hier staan. Zo, bak, container, die en een sopje. Ik ga nu snel de schoonmaken en ik maak even timelapse voor jullie. Ik ben echt super moe. Ik heb even mijn video geëdit en geüpload.
En even snel wat gedronken nog. En ik ga hier nu alles uitdoen. Even een lamp van de gang uitdoen, zodat ik wat zie. En de verwarming uitdoen. 21 graden. Hij staat op. We staan hem op 18. Het is hier schoon en opgeruimd, behalve de laadjes. Kijk nou hoe netjes. Alleen mijn schoenen moet ik nog even netjes doen. En die klok komt hier niet hoor, die komt in de woonkamer. Tampetje is ook moe en ligt lekker te slapen. Oh, ja, die wordt wakker van mijn lamp. Oeps, Tampetje, en dan werd even wakker van mijn flits. Lampjes uit en ik ga naar bed. Die, oh, nu zien we me niet, sorry. Even de deur op slot draaien. Dat is wel geen handige actie van mezelf. Zo, deur op slot. Deurtje dicht. En oh, I'm way to bed. Ik zit echt heel erg te denken, volgens mij heb ik dit in mijn vorige vlog namelijk ook gezegd, maar goed, maakt niet uit, om te gaan twijfelen om in plaats van weekvlogs, vlogs van een paar dagen te maken. Dus, nou ja, we hebben 7 dagen, dus zeg 3,5 dag, dus 3 dagen en de andere 4 dagen. Dus dan is het 2 keer in de week een vlog uploaden. Dan worden de vlogs gewoon niet zo lang. Dus is het voor jullie fijner om te bekijken. En twee, het uploadproces duurt heel lang. En dat is niet erg, want ik heb het allemaal ervoor over. Want ik vind het ook super leuk om te doen. Maar ik denk gewoon voor jullie dat het fijner is om kortere vlogs te hebben. In plaats van gewoon 40, 50 minuten. En dan kan je beter 2 keer een vlog van 20 minuten hebben dan 1 keer een vlog van 40 minuten. Dus ik denk dat ik dat ga doen na deze of tijdens deze, dat weet ik nog niet. Ik heb nu, vanmiddag had ik een shopvlog opgenomen. Die staat al online als jullie deze vlog bekijken. Dus vergeet zeker even niet te kijken naar die shopvlog. Ik ga lekker slapen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 31 oktober. Ik ben lekker in het bos aan het wandelen. Samen met Natasja. En we zijn in Gieten in het bos. Het is lekker rustig. Even lekker wakker worden hier. En dan moet ik straks met de examens bezig. En daar heb ik geen zin in. Dus nu eerst even lekker een uurtje wandelen en mijn kop leegmaken. Dus ja. Kijk even hoe mooi het bos is, jongens. Ik doe het zo. Oh. Ja, die kan ook wel. Kijk nou hoe mooi. Wacht even hoor. I really love it. En die kleuren. Natasja en ik hebben even lekkere cupcakes gemaakt. En ze zitten nu in de oven. Maar we moeten nu dus nog even de afwas gaan doen. Maar Rick wil dus niet helpen omdat hij stomme Ajax wil kijken. En daar ben ik het niet mee eens. Dus Ricky, je gaat wel even helpen. Nee, ik kan weer kijken. Nee, hij gaat gewoon even helpen. Kijk, ze shinen dan, joh. Ze zijn echt heel mooi. Het worden mooie cupcakes, hè, Nat? Ja, ken ik ook. Maar ze gaan er wel overheen, of niet? Of het randje. Bijna. Nou, ze stijgen wel heel mooi. Nou, als ze maar smaken. Nou, precies. Ook echt. Hey, Stampetje. Hallo, schatje. Zeg eens hallo. Oh, na. Mooi aan het zingen het was. Is het zelf ontzettend gevaarlijk. Ja, ik ook. Lekker vriendin.
Oké, hij heeft gepiept. We gaan even kijken hoe dit eruit ziet. Oeh, ze zijn wel mooi. Wil jij ze een vork pakken? Een vork? Kun je toch wel eens een tape prikken doen? Die heb ik toch niet. In ieder geval niet dat ik weet. En dan er even inprikken met de achterkant. Oh, met de steel. Als het dan eraan plakt, zeg maar. Je hoeft niet in alle te prikken hoor, maar... Nee. Zullen we hem er nog een paar minuutjes in doen? Ja. Dat hij iets... Soms zijn wel inderdaad schik. Dat geeft niet. Oké. 180 graden. Hoeveel minuten dan? 4 minuten 10. Daar gaan ze. En de cupcakejes zijn klaar. Heerlijk. Kan niet wachten tot ze een beetje afgekoeld zijn om te gaan eten. Like it. Goedemorgen, het is vandaag zondag 1 november. Oh, de zon is echt best wel fel. Ik ben net klaar met werken. Oh, en ik loop mijn auto voorbij. Ik ga nu weer onderweg naar huis toe. Ik moest vandaag van 7 tot 11 werken. En ik ga straks weer lekker bezig met mijn examens. Maar zo even met Rick eerst even wat eten of zo. Even wat drinken. Voor de rest ga ik vandaag niet zoveel doen. Ja, met mijn examens bezig. Verslagen maken. Oh. Maar goed, moet even. Dus dat gaan we doen.